Het is een koude zondagmiddag, 2 dagen voor kerst in 1996. Wandelaars horen op landgoed Welna in Nunspeet 2 schoten. Het zijn de schoten die een einde maken aan het leven van Chris van der Werken. Nou, hij was niet zo'n hele dikke prater hoor, in die zin. Maar het was gewoon een hele sympathieke man. Ja. Beschouwd eerlijk wat mij betreft. En in mijn leven deed hij geen vlieg kwaad. Een hele rustige man, een hele vriendelijke en integere man. Het was een buitengewoon goede secretaris. Ja, het was echt een fantastische jongen. Chris van der Werken heeft die zondag in 1996 zin in een ommetje op landgoed Welna. Normaal gesproken gaan zijn vrouw en 3 kinderen met hem mee. Ze besluiten dat deze keer niet te doen. En dus vertrekt de Nunspeetse milieuambtenaar alleen. Twee kogels doorboren de long en de aorta van Chris van der Werken. Hij valt dood neer, op nog geen 300 meter afstand van zijn auto. Ja, er is iemand neergeschoten. Ja, dat hoor ik net op de radio. Nou, dat is Chris. Huh? Ja, dan. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Maar bij Chris van der Werken dacht je van, wie moet er nu in vredesnaam iets hebben met Chris van der Werken? Dat kon ik me echt niet indenken. Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk waarom Chris van der Werken is vermoord. Van der Werken is milieuambtenaar bij de gemeente Nunspeet. De man is vader van 3 jonge kinderen en is al jaren gelukkig getrouwd met de 8 jaar jongere Paulien. Waarom deze vriendelijke en strenggelovige man genadeloos wordt doodgeschoten, is voor zijn omgeving onbegrijpelijk. De politie zet dan ook alles op alles om de zaak snel op te lossen. Zelfs de bekeuringen hebben we nog nagegaan en dat was op de vingers van minder dan 1 hand haast te tellen. Een keurige man, maar ook... Laten we zeggen, geen andere dingen, geen financiële schulden, geen dingen die hem chantabel maakten of wat ook maar. Echt een keurige huisvader. Er zijn in deze moordzaak een paar opmerkelijke feiten. Nog voordat de buitenwereld kan weten wie het slachtoffer is, zelfs nog voordat de buitenwereld überhaupt kan weten dat er een moord gepleegd is, meldt zich de eerste verdachte op het plaatsdelict. Goeiedag, we zoeken een man met een grijze baard en een groene jas. Is die dood? En het heeft ons uiteraard wel eerst wat verbaasd van hoe kan zij daar zo snel zijn. En dat hebben we ook heel snel onderzocht. Meldkamer.
Hoewel het landgoed een heel eind van de echtelijke woning ligt, is de vrouw van Chris, Pauline, al snel ter plaatse. Oké. Ja, inderdaad, hij is dood. Komt u maar even mee. Chris van der Werk was 's middags van huis gegaan om te wandelen op het landgoed Welna en zou tegen 4:30 's middags thuiskomen om naar de kerk te gaan. En toen hij niet kwam opdagen, zeer tegen zijn gewoonte in, is zijn vrouw samen met, ik meen, een zus van haar gaan zoeken. En als eerste naar Welna gegaan, omdat dat een van zijn favoriete wandelplekken was. En liep daar onmiddellijk tegen de politieafzetting aan. Dus dat is gelukkig heel snel, laten we zeggen, opgelost kunnen worden. Wij hebben in ieder geval geen aanknopingspunten kunnen vinden in zijn persoonlijke levenssfeer die een motief zou kunnen vormen voor dit levensdelict. De politie sluit direct uit dat de verdachte persoon in de rode jas Pauline van der Werken is. Maar wie is die rode verschijning dan wel? Een wapengek die oefent op de Veluwe? Schiet hij in zijn obsessie Chris van der Werken per ongeluk in de rug? Ook dat is een scenario dat uitgebreid wordt bekeken door de politie. Uit niets blijkt dat dit heel waarschijnlijk is. Heeft Chris van der Werken hier op het landgoed iets gezien wat het daglicht niet kan verdragen? Was hij mogelijk getuige van een drugstransactie? Was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek? De politie onderzoekt ook dit scenario. Wat ons al wel snel duidelijk was, is dat meneer van der Werken, die dan ook, laten we zeggen, milieuambtenaar was van de gemeente Nunspeet. Als hij dingen zou hebben gezien die echt niet konden, was hij wel een type die daar ook iets van zou zeggen. En kan dat tot een confrontatie hebben geleid. Het was zondagmiddag, het was hartstikke druk, heb ik begrepen. Het stond helemaal vol met auto's. Dus ja, logisch is het niet. Maar ja, wat is wel logisch? Ik bedoel, het is wel gebeurd. Ik heb natuurlijk 100.000 keer afgevraagd wat logisch is in dit verband. Nou, niks. Eigenlijk. Autokrakers en stroppers en dergelijke. En ook dat is allemaal uitgezocht. En we hebben daar ook niets in kunnen vinden waarvan wij zeggen van, dat kan een aanleiding zijn geweest. De politie onderzoekt ook alle werkrelaties van Van der Werken. Als coördinator van het interregionaal samenwerkingsverband tussen 6 Veluwse gemeenten en als secretaris van het ammoniakreductieplan onderhandelt hij vaak scherp met boeren en milieuorganisaties. De overheid wilde de ammoniakuitstoot van intensieve veehouderij terugdringen. Maar boeren willen natuurlijk graag hun bedrijfsvoering voortzetten en misschien wel uitbreiden. Maar dan zijn er ook milieuorganisaties die zeggen, maar daar zijn wij het niet mee eens, dus wij gaan daar ook weer bezwaar tegen maken. En ja, dan kun je te maken krijgen met tegengestelde belangen. Hij was niet iemand die of bij de boeren behoorde of bij de milieubeweging behoorde. Maar het was wel een milieuman. Het milieu ging hem dus, naar mijn gevoel, echt aan zijn hart. Dus het was niet een bijvoorbeeld uitgemaakte zaak als er een bepaalde kwestie speelde, dat hij tot een bepaalde groep zou behoren. Chris, zover kennende als dat ik hem alleen maar zag op die vergaderingen, was er een man waar je echt mee praten kon. Het was een recht door zee man. Hij draaide er niet omheen, was ook niet hatelijk. Dat was een hele fijne man om daarmee samen te vergaderen. Ja. Chris van der Werken lijkt ook hier gerespecteerd te worden en geen vijanden te kennen. Lijkt, want na de moord op Pim Fortuyn valt de naam van Fortuyns moordenaar, Volkert van der G, ook in het onderzoek naar de dood van de Nunspeetse milieuambtenaar. Chris en Volkert onderhandelen regelmatig met elkaar tijdens vergaderingen over het ammoniakreductieplan.
Na de moord op de Haagse politicus herinneren betrokkenen zich dat het tussen Volkert en Van der Werken niet altijd pais en vree was. Ik heb hem gesproken. Buiten de vergadering, toen kwam hij hier mijn bril brengen. Ik groef daar geloof ik naar, nou, hoe vond je die vergaderingen? Dat is ook logisch dat je dat doet. Nou, hij zegt, die vond ik wel, met mijn woorden dan even zijn opvatting, die was wel heftig. Hij zegt, maar ja, de afloop was nog even heftiger, want ja, ik ben toch wel een behoorlijk aangevallen met vervelende woorden. Ik zei, ja joh, ja. En toen waren dus, daar was een opmerking gekomen, een paar woorden gevallen die een mens heel moeilijk kan verwerken. Ja. En vandaar ging bij mij dat later ook een beetje, het gevoel gaf me aan van nou, waren die woorden dan zo erg dat er ook nog een uitgevoerd is. Ja. Dus ja. Net als Chris van der Werken wordt ook Pim Fortuyn van dichtbij neergeschoten. De politie heropent na de moord op Fortuyn het onderzoek naar de moord op Van der Werken. Het heeft ook niet zodanige informatie opgeleverd dat we wie dan ook als verdachte hebben kunnen horen. Laat staan dat het Openbaar Ministerie daar ook tot vervolging kon overgaan. Een scenario waar tot nu toe weinig aandacht voor is geweest in de media is het wraakscenario. Waar er mogelijk mensen die wraak op de milieuambtenaar wilden nemen, omdat ze om welke reden dan ook door hem waren benadeeld. Volgens kippenhouder Henk Bruining werd er bij de gemeente gerommeld met vergunningen. Milieuactivisten zouden daardoor het vertrouwen in Chris van der Werken zijn verloren en zelfs wraak hebben willen nemen. Ja, want hij schudde met zijn hele lichaam. Hij was helemaal holder de bolder. Want ze hadden hem hier in het IC-gebouw, vlak tegenover de oude bibliotheek, hebben ze hem bij de kraag gepakt. Zo, bij zijn. En toen was hij vrij van, overstuur van. De milieuactivisten waren in die tijd nogal radicaal, zeggen de boeren. Er kwam er op een gegeven moment een groep en dan werd er ergens een actie ondernomen. Denk aan bomen waar jagers in zitten, van die jachthutten naar beneden halen, het loslaten van netsen en dat soort dingen. Ze waren zeer actief om overal de boel te verstoren. Nou ja, bij sommigen was het natuurlijk een moord als je tegen het milieu was. Dan had je dus, je kunt er beter een paar mensen doodmaken als dat je dus tegen het milieu bent. Werd er wel eens gezegd, want dat milieu, dat was wat. Na 16 jaar zijn er geen aanknopingspunten meer die kunnen leiden naar de dader van de moord op de 43-jarige vader en milieuambtenaar uit Nunspeet. Een rode auto en een rode jas kenmerken hoogstwaarschijnlijk de man die dit op zijn geweten heeft. DNA van een verse sigarettenpeuk op de plaats delict zou in de toekomst mogelijk een oplossing kunnen bieden. Een oplossing van een gruwelijke moord. Daar hoopt iedereen op. Het zal wel een soort voldoening geven, ja. Kijk, ik bedoel, stel je voor dat iemand rondloopt, die loopt gewoon van alles nog te doen, een biertje te drinken en zo. En dat, terwijl hij dit op zijn geweten heeft, dat vind ik, zou ik wel, ik zou het heel rechtvaardig vinden als het opgelost wordt. Ja, absoluut. Laten we zeggen, als we het even mogen zien als een legpuzzel. Je begint met niks en je gaat puzzelstukjes verzamelen en je hoopt al die 50 stukjes bij elkaar te krijgen om die puzzel te leggen. Maar we hebben zelfs het plaatje nog niet kunnen maken. Nou, het kan maar zo zijn dat dat er bepaalde getuigen toch nog zijn die we toen niet gesproken hebben, die alsnog misschien met een verhaal kunnen komen en zodoende nog de vitale puzzelstukjes kunnen aanleveren. Daar hoop ik nog altijd op, ja.
Ook nu nog, bijna 17 jaar na de moord, hoopte de politie op de gouden tip. Want de moord op Chris van der Werken mag niet onopgelost blijven.